Vanaf wanneer spreken we van een verslaving? Je hebt heel veel verschillende modellen, heel veel verschillende theorieën erover. Maar wat eigenlijk op neerkomt voor mij is vanaf dat iemand een bepaald gedrag hanteert um, en daar moeilijk zelf mee kan stoppen. En dat gedrag dat heeft uh, gevolgen op sociaal vlak of op relationeel vlak of op vlak van zijn studies of zijn werk of op vlak van zijn gezondheid. Vanaf dat, dat negatieve gevolgen daarop begint te hebben, dan kunnen we echt wel spreken van een verslaving. En iemand die verslaafd is, wat hij eigenlijk aan het doen is, is vooral aan het weglopen van een mogelijke tijdelijke confrontatie. Uh, dat kan een moment van verveling zijn, maar dat kan ook gewoon een moeilijke thuissituatie zijn, een moeilijke werksituatie. Uh, iemand die zich niet goed in zijn vel voelt, dat zijn meestal de mensen die echt verslaafd raken aan een bepaald gedrag. En dan is het vooral interessant om als ouder, hè, zeker als het gaat om een gameverslaving. Echt eens te gaan kijken okay, naar, oké, okay, wat is hier de onderliggende reden waarom dat mijn kind zoveel aan het gamen is. En echt wel hè, heel veel andere uh, facetten van het leven zeg maar, aan het verwaarlozen is om nog meer te kunnen gaan gamen. Hè? Wat is het voordeel dat hij haalt uit zijn gedrag? Wat moet hij niet onder ogen zien? Hè? Bijvoorbeeld in het geval van een gamerslamming is dat vaak dan... Um, uh, eh, niet, niet, niet sociaal moeten afspreken met anderen. Hè, dus niet, niet moeten buiten komen, hè, wat, wat heel ongemakkelijk is vaak. Hè, als, als sociaal u, uh, dat een uitdaging is voor u om, om buiten te komen en onder de mensen te komen. Dus er is een bepaald voordeel dat iemand haalt uit zijn verslaving. Um, en het is echt interessant om daar gewoon vooral eens naar te gaan kijken, naar welke, dat ze daaruit halen um, en daar dan echt andere alternatieven voor te gaan aanbieden. Um, zodat ze niet meer. Naar dat ene gedrag moeten gaan om dat uh, voordeel eruit te halen. Veel succes hiermee. Als er nog vragen zijn of opmerkingen, laat het gerust weten. En anders tot een volgende keer.